wennen in Bolivia en ze wennen in Friesland. En had een grote hit in Amerika. Een vrouw dus die het alle continenten bestrijkt. Maar nou hier gewoon aan tafel, Denise Rivera. En nog een paar dagen is er eigenaar van de mooiste Friese hingst van de wereld. Fokker Age Okkema. Goeiem, dit is de allereerste bient van 2016 op de dag dat er heel iets meer duidelijk wordt over het familiedrama in Zoonhuizen. De 24-jarige Maria Tekens en haar 41-jarige man Frits Houwing binnen juster deer voen in haar huis in Zoonhuizen. Het echtpaar onder de Eikenweg in Zoonhuizen is toch moord en zelfdering om het leven kwam. Ja, we hebben 2 dagen onderzoek gedaan, uitgebreid onderzoek gedaan. En uiteindelijk een conclusie die we kunnen trekken is dat hier een sprake is van een vreselijk familiedrama. En wat we weten is dat de vader, de man des huizes, heeft de moeder om het leven gebracht. En daarna de hand aan zichzelf geslagen. Nou, ik praat je dadelijk verder over mijn psycholoog Irma van Stijn. Maar eerst Age, het slachtoffer, de mem. Dat wie een wie journalisten, schreun ik een soort over het Friese hinder. Wie een bekende verschijning eigenlijk in de hinsterwereld. Ja. Door Koest Harek. Ja, wij kennen in de Friese hinsterwereld is toch een vrouw die bekend wie. Die nooit persverslagen altijd hier hem te wutst hier. Ze had een keer bij mij geweest om een interview over iets bedroogd, Jan. Dus ja, zo ken ik haar. Via de net. Maar wat voor indruk maken zij op haar op die? Ja, gewoon een jeugdige, spontane vrouw. Die, ja, die in de bloei van haar leven is hier volgens mij. Dus hele interessante en leuke vrouw. Wat nou docht blieken ik dat er sprake geweest had van huiselijk geweld. En dat wist ze toch net? Nee, daar wist mij niks van. Zag goed koeken net. Dus nee, daar ben ik geen tekens van dat ik dat zien kon. Nee. Maar voor het gezin wie wil via 4 Friesland, die hebben ze daar hulp voor gekregen. Want 2013 keer even naar in zijn algemeenheid is het zo, als betrokkenen of een gezin of ouders zeggen, wij kunnen het weer zelf. Wij hebben problemen gehad, maar wij kunnen nu zelf weer verder. Dan zal de hulpverlening stoppen. We krijgen van alle hulpverleners die naar een gezin gaan, krijgen wij te horen of de hulpverlening op gang gekomen is, of er hulp gestopt is. Maar wij stoppen met de hulpverlening als er geen aanleiding is om nog verder hulp te verlenen. Ja, Irma, de hulp is dus stopzetten. Waarom is het nou zo moeilijk om dit soort drama's vat te komen? Juist de signalen toch vrij duidelijk binnen? Ja, weet je, dat achteraf vinden we dat vaak. Hè? En voelen we ons schuldig en denken we, dit hadden we toch moeten zien aankomen. Maar de realiteit is dat dat dus niet zo is. Want dan had Vier niet op deze manier gereageerd. Er zijn wel, kijk, ik wil heel graag van tevoren even zeggen dat ik dit gezin niet ken. Dus ik kan ook niks over deze situatie zeggen. Maar er zijn wel heel veel andere gevallen bekend waarin dit hetzelfde ging. En dan lijkt het alsof er geen hulpvraag is, dat het redelijk goed gaat, dat mensen nou wel met elkaar door kunnen, ook al is er ruzie. En niemand schat in dat dit soort drama's gebeuren. Er is ook wel wat meer bekend over hoe dit dan gaat en wat dit soort mannen drijft. Ja, maar het ben vaak man, hè? In 90% van alle gevallen gaat het om de man. Ja, dat klopt. Ja, er is ook Engels onderzoek laat zien dat het bijna altijd een relatiecrisis is, dreigende of al gedane scheiding. En wat er eigenlijk gebeurt is dat de man dreigt te verliezen wat hij meest waardig is. Er is een hele diepe krenking om dat te verliezen waar hij het meest van houdt. En dan maakt hij het kapot. En dat heeft niks met verstand te maken. Het is een enorme emotionele toestand vaak. En dat zou dus de oorzaak wijzen kunnen, net zozeer in dit specifieke geval, maar wel vaak dat het gaat om man die het gekrenkt binnen. Ja, uit onderzoek blijkt dat vaak aan de hand is. En vaak in heftige relationele crisis en dreigen je gezin kwijt te raken. Ja, ik heb geen idee hoe dat hier zo was, dus daar wil ik ook niks over zeggen. In ieder geval wat er bekend is dat er relatieproblemen speelden. Ja. Ja. En, want hoe kan de Mienskip nou een rol hebben eigenlijk in dit soort gevallen? Hè? Want hulpverlening wordt dan stopzetten. Ja. Maar elke nier viel eigenlijk wel een beetje op de klompen om dat er wat mis is. Hoe kun je dan toch wat doen? Ja, ja dat gevoel van het klopt niet helemaal, hè, dat zullen best veel mensen wel eens hebben. Dat kan je zelf ook over je buren hebben. En wat we dan doen is we blijven ervan weg. Van oeh, straks gebeurt mij wat. Of ik zeg iets wat niet klopt. En dat is eigenlijk best wel jammer. Het is... Kijk, wat je natuurlijk niet moet doen is gelijk te denken, het gaat niet goed, ik bel de politie en de politie staat voor de deur, want dat helpt niks. Maar wat wel helpt is zorgen dat je aansluit, dat je contact maakt met of die vrouw of die man. Dus dat je binnenkomt en probeert
probeert te snappen wat er speelt. En er is wel wat lef voor nodig. En mensen dan motiveert tot hulp. En als dat allemaal wordt afgehouden en je voelt toch het gaat niet goed. Ja, dan hebben wij als burger eigenlijk wel de plicht om bijvoorbeeld de jeugdzorg in te schakelen. Te melden. Maar achteraf zeggen we altijd, hadden we het nou maar geweten. Maar we weten het niet. Nee. Dat is zo complex. Want Agen, wanneer jij dat stoot? Vrede jong, ik ga naar bed en dan zie ik altijd naar jongen op de telefoon, op social media. En als je het verschijnt, ja, dan keert het net beseffen. Ik bedoel, een jonge vrouw, ben, ja. Ja, dat geeft je erom erg een been. Jij zelf een paar jonge ben. Dus dat is zeker. En oors dan sliep je zo'n jong net van de hengstekeuring, de week ervoor. Mm. Maar die jong heb ik net slip van dit trouwens in huis. Dat is gewoon net te beseffen. Nee. Ja, is het echt iets wat hij dwanden hoort, Denise? Ja, ik heb ook kinderen. Ik moet niet aan denken dat er zoiets in mijn omgeving gebeurt. Je hoort het helaas heel vaak. En wat ik me vraag is inderdaad of er iets een speling was met alcohol of drugs of zo. Dat weten we niet echt. Ja, dat weten we al net en dat het appreciate ik nog net zijn. Nee, maar wat ik zei van, hoe een bepaalde drempel, maar had je zei iets constateren. Hè? Ja. Zo stoot het dwarm hoe die bepaalde drempel dan hinnen te stappen om bij mensen ja, het probleem om te kaarten. Zo is het dwarm, want het heeft ook wel moe het van eng. Dat is eng, ja. Het is wel best eng. En je wil ook mensen niet zomaar... Je wil niet in het leven van mensen zeg maar sneupen. Ik bedoel, heel vaak is het inderdaad wat je zegt. Ja, buren die zien wel iets, maar ze weten niet precies wat er aan de hand is. Maar het is gewoon afschuwelijk. En dat is voor de hele stad, voor heel Friesland afschuwelijk om te horen. Ja, want dus juist, het gaat vaak om man die dan krenkt binnen. Komt het echt misschien omdat de rol van de vrouw echt verroren is? Die willen echt carrière match. Nou, we zien wel duidelijk een verandering. Als je nu kijkt naar universiteiten of naar goede posities. Vrouwen die worden veel zelfstandiger. Die hebben de man niet meer zo nodig voor hun leven. Of tenminste voor hun geld en... vrouwen tegenwoordig kunnen gewoon zelfstandig zijn. En het aantal vrouwelijke studenten is bijna op alle universiteiten veel hoger dan het aantal mannen. Ja, maar net als mij spelen dat ik in deze relatie een rol. Althans, dat heb ik zeker lezen, ik in de Ljouwerter Kranten. Van dat zij vrij ambitieus wie en een carrière maatje, wielst hij depressief wie. Ja, nou, nogmaals, over deze mensen weet ik dat niet. Maar wat ik in mijn eigen spreekkamer regelmatig zie, is vrouwen die doorontwikkelen, verbaal vaak heel sterk zijn. En nou, vaak ook best hekserig naar een man kunnen doen. Die man die iets minder gestudeerd heeft, verbaal niet goed uit zijn woorden kan komen. En dan krijg je, er is ook een psycholoog, Jeffrey Bijnberg, die heeft een boek geschreven over heksen en horken. En hoe heksiger de vrouw is, hoe horkeriger de man wordt. Kijk, dus het ligt niet alleen aan mij. Nee, het laat je net alleen aan mij aan. Nee, maar goed, dat soort processen spelen wel. Laatst in de krant een heel uitgebreid artikel over wij vrouwen, hoogopgeleide vrouwen, moeten gaan downdaten. Want er zijn geen mannen meer die net zo geschoold zijn als wij. Nou, dat is best... Ja, nou, is... Maar als je zo trok in, dan praat je me helemaal in een dip. Nou. Maar goed, maar nogmaals, het is afschuwelijk wat daar gebeurd is. En er is trouwens nog wel een... Reden. Ik bedoel, je moet opgroeien zonder hun ouders. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. En voor de ouders van deze mensen die omkomen, ben ik. Hè? Ik voor de jongens zien haar ouders. Dank. Ja. Dank voor die verhaal. Ze werkt je vrouw op de Eftegroen, maar binnen Oeral. De mensen die ervoor zorgen dat sporters sporten kennen. En vooral die vrijwilligers is er nou de titel assistent van het talent. Aasen meer der Oer. Heel wat oors nou, want het is de vraag die de leefhavers van het Friese hinder een jaar lang in de besnijing hoort. Wat is de mooiste en wat is het beste hinst van de wereld? Van toons de oor binnen de eerlijkse hinstekeurings in het WTC Expo. Maar als grutte hichtepunt de keuring van het beste stamboek hinst. Op tafel de winnaar van vorig jaar. Ja, klopt. Wat is het? De eigenaar? De eigenaar, ja. De ja, eigenaar, toch? Mede-eigenaar van de kampioen van Vlindia. Precies, Johannes Fjouwer, 8 Fjouwer. Klopt, eventjes, want we zullen aanstaan even zien hoe het de vorige keer ontdekt hier. Ja. Maar schets even de situatie, hoe gaat zo'n huldiging dan eigenlijk, hoe gaat zo's? Ja, de eindhuldiging gaat als volgt. De laatste Fjouwer, hier zijn die stenen op een riegel. De Fjouwer die oerbleun binnen, de beste Fjouwer. Dan gaat de jury, tenminste daardoor is de laatste Fjouwer hier, die rent er terug in, de voorzitter. En die jouwt dan de kampioen de hoorn. En dus dat is een heel emotioneel moment. Zullen we even zien? Ja, dus de winnaar die krijgt dan de hoorn? De hoorn, die krijgt de hoorn van de jury. Kunnen we even zien?
We laten u niet langer in twijfel. Ik denk dat Torben ik heen geef. De eerste krijgt nu een hand. En dat is de kampioen van deze keuring. Van 4-8-1. Gelijk als Vlinier. Ja. Hette op een nij, kampioen. Maar hij doet het verkeerd. Oh, hij doet het verkeerd, Hette. Dames en heren, Jaap loopt nu op de echte kampioen toe. Nou, wat zei hij? Kampioen. Johannes 4-8-4. Johannes, Johannes. De debutant. Nou. Ja, uiteindelijk toch nog de winnaar Agen. Dus toen wie de... ik nog wat lichter het nootje. Maar dat is in de Hiester vooral bekend als een man steeds maar mij, laat ik het zo omvatten, heeg oprennende emoties. Ja, als het net eens is bij de jury, dan is dat jaren. Nou, ik denk dat ik dat het wel een beetje beter wil is natuurlijk als je jeugd er binnen en je hebt de drive om een bedrooddeel te zetten, dan kun je af en toe wat emotioneel wezen. Als je naar een echt punt te werken en het gebeurt net of de ding mis, dan vind je dat jammer. Maar ja. Ons kroo, die gevoel dan is, doet bekend waar het in eerste instantie, daar stond het dus net woon is. Nou ja, je zit er vol met adrenaline. Je weet dat je een heel goed hinder hebt. Dan rent de jury een peker bij je del. Hij houdt een oor hinder de hongen. Ja, dan is dat even je verlies, je balen. Je hier hoopt op een succes. Je denkt dat je kans hebt om kampioen te worden. Ja, en een oor die wint het. Maar ja, ik heb al heel vaak de crack nasty in. Dus ik denk, nou, het wordt hem crack wennet. Maar wat is dan het verschil? Ik bedoel, tussen de nummer 1 en de nummer 2. Je dat dan echt om miljoen euro's? Ja, maar dit is een stikkie. Hè? Ik heb van nou jongs af aan Herk Hinders. Ik ben met mijn huid opgerukt tussen de Hinders. Je droom is dan een keer kampioen worden. Dan ben je met Charles, met hart van Johannes, ben je al een paar keer reservekampioen geweest. Ja, dan denk je, dit is misschien nog een slag beter. No give it hell in. En ja, als het dan krijgt net lukt, ja, dat valt dan gewoon in, dat zak het even bij je del. En dan denk je, nou ja, dan oor je maar. Maar dat dan het moment komt, wat zegt u? Vind je dan ook oneerlijk? Nee, net oneerlijk. Want een jury, het blijft bloot jurysport. Dat is lelijk. Nee, ik ben net leuk. Nee. Tuurlijk. Ik denk dat Leeuwen ook net het goede wordt. Ik ben natuurlijk teleurgesteld. Ik hier dacht dat mijn kaarten goed winnen. Het hinderen goed. Hier een soort uitstraling. Ik vond hem op dat moment beter te horen. Dus letterlijk terugzetten. En je kent dan Bosje in. Jurysport is ik maar meegespart. En het is heel netjes hoe de voorzitter Harry Draaien dat ik direct weer corrigeerde. Ze ging ik net wanken, het net corrigeren kan. Nee, ze corrigeerden het direct. Ze hebben fout thuis op een hele waardige manier. Tussen zien en toe is meesten. En daar heb ik je respect voor. Maar nou is snijn, of sneun, is weer de belangrijkste de keuring, hè, stamboek. Ja. Maakt het Johannes eigenlijk weer een koers? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, alle concurrenten die Flint die doch ik bij mij. Er ben zo'n jonge hengsten bij komen. Ja, voor die jonge hengsten is het natuurlijk de eerste keer. Johannes, die Flint hier voor het eerst. En die kwam direct als kampioen op de bus. Maar dat lukt net voor de hinders. Het is een grote indruk. Zie je het meest van de kant. Dus ik denk dat die jonge hinders dat het misschien nog wel te gauw komt. Ja, en die orenhinders, die hadden Flint hier ik verslaan. Ik vind hem zelf beter, krachtiger. We hebben nog beter trainen in. En ja, hij stiet er hele pad voor. Dus ik denk vertel eens eigenlijk van, ja. Hem, van even tussen nu. Ja. Hoeveel yield je er dan in om? Nou, ja, als je, wat ziet dat op, zo'n overwinning? Zo'n overwinning en een kampioen, dat betekent gewoon dat zijn heerst. Hè, een jonge hengst maar gelimiteerd dekken, 180 dekkingen, maar die uitdelen dat hier. Zijn heerst die kampioen wordt, die dekt vol. Dus dat smiet dekkingen op. Het is 1000 euro de dekking, dus dat hij vol dekt. Ja, dat top hier, dat is een top hier. En het is gewoon van je hele bedrouw naar Boetelen, want het zet je op de kaart. En dat hier bij Krek nodig dat hier. Ik bedoel, we hier in Krek investeert naar je lokaal of naar je verbouwing hand, groot speeldeel zetten. Ja, als je dan zo'n boost krijgt, dan merk ik gewoon Boetelen komt, meer klanten worden vliegen, ze willen alle je dat hier zien. Dus het jouwt juist die balans. En ik voor het personeel, we hebben machinaal met daar werkt. We hebben een team met hele geweldige mensen die alles ervan litten. Bitcoin, Christ, alles. Ze komen met de werk. Maar ze trainen. Staan er gewoon, komen die hiensterkunst heel die dichterbij. Dus het is aardig. De spanning rint op. Ik ben daar bij dezelf. Ja, verliest. Maar ik ben in manier een worstel geworden. En dat merk ik dat het beter wordt. Ik bedoel, je brengt een spanning woord op mijn hinder. Dus ik heb me wel geleerd om te zenuwachtig te worden. Een heel soort succes. Dankjewel. Begin ervoor. Je begint ervoor. De hiensterkeuring is trouwens sneun. De hele dag te volgen via omroeplive.nl. Van Maas, Jelve, Njoggen en O. Ja, dat is trouwens geweldig dat het iets zo wordt. Dat vind ik echt heel mooi. Nou, graag die hoor. In beeld wisten haast net de meesten after de sporter. De meesten die te verzwargen dat sporters de top bereiken kunnen. Vooral die vrijwilligers is er nou de titel assistent van het talent. Deze nieuwe prijs wordt uitreikt op het Friesk Sportgala. En Joert de eerste nominatie.
Skip, bij het sportgala, het Friese sportgala, is er een nieuwe categorie. En die categorie heet de assistent van het talent. Echt waar? Assistent van het talent. Ja. Ever heard of? Nee, maar weet je wat? Ik ga dit echt winnen. Ik ben echt de beste assistent van het talent. Van ja, hier in Nederland. Je moet natuurlijk wel eerst genomineerd worden. Oh, oké. Dus iemand moet mij genomineerd. Ja. Hoe werkt dat? Daar komen we aasen op Weverom. Kip Carpenter maakt het nou oorlijk deal uit van de Nederlandse shorttrack ploeg. De 36-jarige Amerikaan Wennert Schienwurg in Ljouwert. En als assistent van haatcoach Jeroen Otter hoort hij hem vooral dwanden met het materiaal van de shorttrackers. Mijn reeds zijn altijd in goede vorm, dus dat doet hij heel goed. Ze zijn net stomp? Ze zijn net stomp, nee. Ja, sliep je ook wel zelf, maar de kromming en de ronding, dat is allemaal kip zijn ding. Koest dan, hoor? Ja, natuurlijk. Ja, van een lange baan al, hoor. Ik weet hem hier een lange prukje hier. En ik weet dan wat die koe al een machtig bocht naar rijden, hè, altijd. Representing the United States of America, Kip Carpenter. Kip Carpenter won a bronze in 2002 and skated in two Olympics. Carpenter maakte in 1998 de oerstap van het short track naar de sprint. Dat is eigenlijk een van de redenen waarom hij oornaam is als assistent van Jeroen Otter. Want heel iets vaker komt het voor dat sporters beide disciplines combineren. Zoals Biegeliek's Susanne Schulting. Het talent van de Oelensprong had dit seizoen bij het short track al vier A-finales rieden. Ze won zilver op het 1000 meter en Helle Broens mooi de relay. Juurt traint Susanne op de boetenbaan, want ze kan ook op het 1000 en op het 1500 meter goed uit de fotten. Een definitieve kaart tussen beide disciplines wil ze voor eerst nog net matchen. Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Ik doe gewoon nu allebei. Ik vind het al heel erg leuk om te doen. En ik heb er allebei heel erg veel plezier in, dus die keuze wil ik nog niet maken. Is dit nou echt het seizoen misschien wel van die trobraak? Ja, misschien wel. De wereldbekers die gaan echt supergoed. En ik had niet verwacht van tevoren dat ik nu al A-finales zou rijden en zulke prestaties neer zou zetten. Dus ja, misschien kan je het wel zo zeggen. We gaan weer om naar de nominatie van assistent van het talent. Want Susanne had nog een verrassing voor Kip Carpenter. Nou, ik ga jou nomineren. Ik nomineer jou tot assistent van het talent. Omdat jij, ja, echt. Omdat je ons materiaal altijd zo goed doet en altijd voor ons klaarstaat, nomineer ik jou. Ja, in Amerika hebben jullie altijd knuffels. Nou, dankjewel. Ik vind je lief. Nou, mooi, hè? Alsjeblieft. Nee, ik ga dit echt winnen, hè? Ja. Zo gaat het met die team, hè? Wij zitten echt in een winningperiode. En we pakken allemaal medailles bij de World Bakers, dus ik ga dit ook winnen. Ja, dat zei Kip Carpenter. En wil je nou thuis ook in nomineren? Niet te verzwargen dat jouw sport uitoefen je kinderen. Dat kind nog ont 31 januari. Zorg ervoor op sportgalafriesland.nl. Ze zit op nummer 12 van de Amerikaanse hitlisten. Achter Justin Bieber, maar wel Boppe, Adele en Lady Gaga. De Ljouwerse jongeres Denise Rivera zit mij haar nummer A World Without You tussen de grutten op ieder in de Amerikaanse hitlisten. En dat hield in Nederland de plaat net draait wordt. Om even een indruk te krijgen, Denise. Dit is trouwens net de officiële videoclip, hè? Niet officiële. Dit is trouwens een optreden hier in bij Blauw-Wit. Oké. Okay. In Leeuwarden. Gewoon in Leeuwarden. Kijk eens, maar de vraag die baant me op de lippen. Ja. Hoe kan het nou dat dit een wereldhit is in Amerika, maar hier wordt hij net draaid? Nou, wereldhit in Amerika, gewoon een hit in Amerika. Maar, nou ja, op nummer 12, toch? Ja, zeker. En Adele zit ergens, of wat wie het, Lady Gaga op nummer 8 ergens. Als heel fine onder de shorts, daar zit ergens. Nou, weet Lady je, Gaga. Het is sowieso een eer om in de top 40 te staan. Ik bedoel, ik kreeg het te horen op Facebook. Ja, weet je, nu word je getagd. En nou ja, ik moest 10 keer kijken om het te geloven dat ik überhaupt in de lijst stond op nummer 17. Nou, de week daar op 10 en dan 5 en deze week op 2. Ja, het is gewoon een droom. Dat verzin je gewoon niet. Nee, dat was ook een beetje plegen, toch, door die band? Dat het je geen hit is. Ja, mijn kinderen plagen me nog steeds, hoor. Ik bedoel, ze vinden het belachelijk. Mama is alleen goed voor broodjes smeren en eten koken. En voor de rest en knuffels geven. Maar hebben we er in Nederland dan geen verstand van?
Nou, dat is het niet. Het is natuurlijk uitgebracht door een Amerikaanse DJ met een Amerikaans label. En daar wordt het flink gepromoot. Het wordt constant op de radio gedraaid, begrijp ik, van mensen die daar wonen, die ik ken. Dus ja, vandaar dat het hoog in de lijsten komt. Maar die DJ, dat is Robbie Rivera? Robbie Rivera is de DJ en Stonebridge. Hij komt zelf ook uit Zweden. Oké, dat is geen familie. Nee, het is geen familie. We hebben toevallig hetzelfde achternaam, maar dat is gewoon, ja. Dit is hem trouwens, hè? Dit is Robbie Rivera. Yes, Robbie Rivera. En we hebben samen gewerkt in 2008. Toen hadden we Back to Zero gedaan. Dat was ook een hitje in Amerika. Maar deze is ineens veel groter geworden. Dus wel, ja, maar wat ben je er nou voor duidelijk persoonlijk? Ik bedoel, de hoest nou net met de working, toch? Nee, toch? Dat zou ik toch zeggen. Ik bedoel, George Baker had één keer een hithoorn in Amerika. Nee. A Little Green Bag, dat jonkt er nog heel tijd. Nee, ik heb begrepen, ik moet zo'n Gundam-style schrijven om echt, zeg maar, mijn droomhuis op Ibiza te kopen. Dus dit is het net niet. Echt niet? Maar nee. Noem het twa, is het zelfs kleuren nog, hè? Ja, ik heb het zelf geschreven samen met Raz Nitsan in Huizen. Ik heb het daar opgenomen. En we sturen het door naar Amerika en daar wordt het gemixt door Robbie Vera Stonebridge. En ook Benny Benassi is ook een hele grote naam in de house-wereld. En Roger Sanchez. Nou, ik kon niet geloven dat al die mensen gekoppeld aan mijn liedje waren ineens. Maar ja, dan komt zo'n liedje uit. En ja, je weet ook niet waar het naartoe gaat. En dus dit is gewoon bijzonder, inderdaad. Ja. En dan gaan wij ook een Frieske ster hier op de redactie. Gurbe Douwstra. Ja. Die had ook wel aardige vetjes. Gurbe, ja. Draai hoor. Ja, nee, precies. Maar van die had ik een keer een liedje meer. Dat zongt hij denk ik nog altijd. Ja. Ik bedoel, dat zit nou gewoon op nummer 2 van de hitlisten in Amerika. Dat bent toch geen kinderachtige nee. Hitlist? Ja, nee, maar Omroep Friesland is nou eigenlijk verplicht om haar te draaien. Ja, jullie moeten me steunen. Ja, ik ben een trotse Leeuwardenvrouw. Ja, dat mag draaien wel. Ja, ik snap, van jou mag het wel. Ja, van mij mag het. Zo, nou, ja, maar, als Aag het zegt. Kun je zelf geen klein stukje zingen hier? Heel klein stukje. Ik ben een beetje schors, ja, maar als klein hoort. Stukje, heel klein stukje. Is het een goede microfoon? Ja, natuurlijk. Dat wil we zien. Kun je er ook zo bij dansen? Of gaat dat niet What lukken? Would I do in a world without you? Nou, je kan ook naar mij doen zingen. Oh, nee, dat is jammer dan, hè? Dat is dan weer jammer. Ik moet voor jou zingen. Ja, tuurlijk. Gaat het over de liefde? Het gaat, nou, ik ga je vertellen. Het gaat eigenlijk over de liefde voor onze moeders. Ik heb een vriendin, ze heeft haar moeder verloren. En dat heeft zoveel impact gemaakt, want haar relatie met haar moeder was heel sterk. Net zoals die van mij met mijn moeder. Ja. En ik zat met de producer aan tafel. Ik zei, weet je, ik bedoel, ik moet niet aan denken. Wat zou ik doen zonder de liefde en de aandacht van mijn moeder? En van mensen, eigenlijk van iedereen waar we van houden. En hij zegt, nou, dit is een universeel thema. Sorry. Ja. En nou, we gaan gewoon iets erover zeggen. En binnen een uur hadden we het liedje klaar. Dus het is wel echt uit het hart gekomen voor mensen waar we van houden. En ik denk dat het heel veel mensen aanspreekt qua tekst. En nou, de melodie sowieso was... Ik vind hem leuk. Jij vindt hem leuk? Ja, ik vind hem leuk. Dus, ja, maar het kind toch eigenlijk net lang met worry dat we het hier aan een toch? Dat is dan helemaal niet zo raar. Als het gewoon een hit is in Amerika, dan mag het hier toch echt ja, een hit Ja, ik hoop dat, dat een aantal DJ's hier in Nederland het oppikken. En ik hoor het heel graag op de radio hier. Misschien kunnen we de videoclip op zo'n paard van Agen of zo opnemen. De officiële videoclip. Maar gewoon als Janus gewoon kampioen wordt, dan kom jij bij me zingen. Absoluut. Ja, dat is een mooie deal. Dat is een deal. Nou, dames en heren, tige dank van je komst. Een heel soort succes. Bedankt van je verhaal. Ontzettend via. Dit is de allereerste beat van 2000 Section. En morgen, dan ben je er gewoon weer. Vanavond nog een hele gezellige jong. Dag. Viel je al wat beter? Nee. Morning Bient, het allerlaatste nijs uit de Frieske verhalenwedstrijd. En de organisator Anne Popkema zit morgen in de studio. Anne Popkema, daar knapt een mens van op. Viel me een stuk beter. Nou, mooi.